kiezen dit jaar voor een klassiek kerstdiner? Dek je tafel volgens de etiketten. Gebruik een mooi wit damast tafelkleed. En gebruik oud zilver voor een spectaculair resultaat. Het is allemaal niet heel erg ingewikkeld, die etiketten. Er is alleen wel één stelregel. Je bord staat 1 centimeter van de rand. Dan nu de regels voor het bestek. Die dek je van binnen naar buiten. En dan begin je dus met het mes voor het hoofdgerecht, vork voor het hoofdgerecht. En zo leg je alles naast elkaar. Ook 1 centimeter van de rand van de tafel. En het dessertbestek leg je met de tanden van de vork naar rechts en de lepel de andere kant op. Je legt je bestek zo neer omdat je het buitenste bestek als eerste gebruikt. Het glas waar je het eerst uit drinkt staat het dichtst bij het bord. Dus het is eigenlijk precies andersom als bij het bestek. En wil je echt indruk maken met je hoofdgerecht, dan serveer je hem onder een cloche. Merry Christmas!